Ja, daar zijn we. Live vanaf de route. Wat hebben we hier? We hebben een vierdaagse hockeyactie of zo. Moeten we hier stoppen of niet? Nee, hè? We kunnen... Oh, dat is water bijvullen. Pim, vertel eens eventjes. Wat gebeurt er allemaal? Het is heel gezellig allemaal. Heel veel mensen staan te zwaaien omdat het natuurlijk een leuke editie is om mee te lopen. En dat is altijd heel gezellig en je wordt gewoon door de mensen meegetrokken om gewoon verder te lopen en niet om te stoppen. Oké. Okay. Hey, en nou ja, hoe is het een beetje wat je verwachtte of toch anders? Ja, ik verwachtte eigenlijk wel wat minder mensen. Maar je ziet wel dat als je altijd aan de kant staat bij de laatste dag, ja, dat er heel veel mensen zijn. Ja. Maar je ziet bijna nooit dat er echt mensen zijn als je gewoon het normale dag is. En dat is wel leuk om te zien hoeveel ze er ook om geven. Precies. Hey, en hoe ging het met de start? Vertel eens. Goed. Ja? Heel goed zelfs. Oké. Okay. Sorry. Gaat goed hoor. Ja, af en toe wordt het een stukje smaller. Ja, zo, ik kan wel zo laten zien. Zo. Kijk, hier lopen we op de route. En dan wordt het smaller en dan moeten we even invoegen. Ja, en je kan natuurlijk niet. Ik moet in jouw microfoontje praten, anders horen ze thuis het niet. En je kan natuurlijk niet en invoegen en livestreamen tegelijk. Zo gaat dat natuurlijk. Hey, en Pim. Ja. Ik ga even wat persoonlijks vragen. Ja, is goed. Waar is je ballon? Want we hebben allemaal ballonnen namelijk. Kijk, zo zie je overal op de hele route. Zie je precies waar alle jonge 100 kinderen lopen. Ja, maar Pim, ik zie hier bij jou een los touwtje. Ja, er waren allemaal mensen en ik wou een high five geven. Maar die vrouw die had zo'n prikkelbosje boven hangen. Oh, dus nee. Ik loop er naartoe en toen was die kapot. Kapotte ballon? Ja. Oké, okay. Nou ja, zo gaat dat toch. Hé, hey, en hoe gaat het met de warmte? Ja, ook wel goed. Het is nog niet echt zo warm als gisteren of zoiets. Maar nou, wel leuk. Oké, okay. Moet ik al water in je nek gooien? Nee. Oké, okay. Nou, ik zal me netjes gedragen dan. Ja, is goed. Hé, hey, als jullie thuis vragen hebben, ik zie dat Cherie kijkt en Lopke. Hallo, gezellig dat jullie er zijn. Als jullie vragen hebben, dan kan je vragen doorsturen. Hè? Lop is altijd heel goed met vragen. Nee? Ja, Lop? Ik dacht dat er een vraag kwam, maar er komt geen vraag. Nou, dan wachten we gewoon even gezellig af. Ja. Hey, en loop je nog voor een goed doel eigenlijk, Pim? Nou, niet echt. Meer voor mezelf gewoon. Je loopt gewoon omdat het... Waarom loop je eigenlijk? Ja, kijk, ik was altijd om... altijd liep mijn moeder. Het stond ik altijd bij de finish. En ik dacht gewoon, ik moet hetzelfde als mijn moeder zijn en ik moet ook over die finish lopen. Omdat ik dat gewoon een speciaal moment vind. Oké. Okay. En nou ja, is het nu, ik vroeg het net al een beetje, maar is het nu een beetje... Wilt u wel een beetje doorlopen alsjeblieft? Het is echt, er lopen hier allemaal trage mensen voor, zeg. Oh, het is heel erg. Ja, zijn ook ver. Trage mensen op links. Maar, ja, nee, vertel. Maar is het nou toch een beetje zo wat je verwacht had of toch anders? Het meeste ja, wat ik wel had verwacht. Het meeste... Lopen jullie allemaal mee te luisteren of zo? Jongen. Ik moet 3 dingen tegelijk. Ik moet en een telefoon live vasthouden voor de livestream. En ik moet opletten dat ik deze mevrouw hiervoor niet op de hielen trap. En dan moet ik ook nog opletten op mijn vragen. Wil je nog een keer antwoorden of heb je het wel gehad eigenlijk? Ik heb het wel gehad. Je hebt het wel gehad eigenlijk. Ja. Wil je nog meer vertellen voor thuis? Het is een leuke ervaring. Het is een leuke ervaring. Oké. Okay. Hoe gaat het met Jitske? Krijg ik hier de vraag. Jitske! Wow. Volgens mij gaat het niet goed met Jitske. Oh. Nee hoor. Nee, Jitske. Ik denk dat Jitske of een stukje voor of een stukje achter loopt. Dus dat ik. En Lopke vraagt, is Taco een beetje lief voor jullie? Ja. Heel lief. Heel lief. Hoor je dat, Lop? Ik ben heel lief. Ik heb er pas 2 met water nat gespet, dus dat valt heel erg mee. En zijn er al blaren, is de vraag? Nee. Nee? Nog niet. Hoe is het met voeten en pijntjes en dat soort dingen? Nou, ja, gaat wel goed. Ja? Niks aan de hand? Oké. Okay. Dan ga ik hier nog even laten zien, want je hebt op je schoen heb je een soort koeienoormerk. Wat is dat? Ja, dat is een chip. Zodat mijn oma die heeft die app gedownload en dan kan ze zien hoe ik loop en waar ik loop. En hoe lang ik, hoeveel kilometer ik heb gelopen. Oh, dus we kunnen jou thuis allemaal volgen, zal ik maar zeggen. Ja. Oké, okay. En wat is heb je dan een volgnummer ofzo? Of, nou, dat weet ik zelf niet, want mijn moeder had het allemaal gedaan. Oh, oké. Okay. Nou, dat weten we niet. Dus jullie moeten vooral gewoon de jonge 100 volgen. Dan gaat het helemaal goed komen. Hé, hey, ik pik even je microfoontje af. Ja, natuurlijk. Kan jij hem eraf halen of niet?
Want ik kan natuurlijk niet alles tegelijk, zo. Maar het is een knippertje, het is een soort knijpertje. Waar zit die? Hou jij de telefoon vast, zo. Ja. Hou jij de telefoon vast, zo. Zo, zo. Niet je vinger voor de lens. En goed vasthouden, anders is je stuk dan helemaal een probleem. Zo, dat is de microfoon. Want dan wandel ik hier eventjes naar achter. Want hier hebben we namelijk boswachter Tijmen. Boswachter! Tijmen! Tijmen liep net achter me, maar ik ben Tijmen kwijt. Ik heb het ook niet gezien. Hoeveel, oh Pim, hoeveel kilometer heb je geoefend, is de vraag. Pim denkt even na, hij weet het niet precies. Ik denk 140. 140 ongeveer, wordt hier gezegd. Boswachter! Tijmen! We zijn boswachter Tijmen kwijt. Zo, nu loopt iedereen langs. Er zijn echt heel veel... Alle mensen gezellig, zo, kijk. Hallo! Tijmen! Ja, daar is Tijmen! Die boswachters van tegenwoordig, die zijn echt een partij langzaam, jongens, 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 jongens. Ja, even zwaaien voor de livestream allemaal! We zijn live op Facebook. Beste Tijmen, hallo! Hoi! Wil jij heel even die telefoon vasthouden? Natuurlijk wil ik zo, dat. Ja, dat doe je heel goed. De boswachter loopt weer aan de... Oh, jij bent gestopt voor koffie. Ja, zeker! Nou zie ik het. Zo gaat het met de boswachter. We zijn even live op de Facebook. Ik geef jou het microfoon, kunnen we jou goed horen. Zo, nou, we hebben een boswachter in de house. Vertel eens. Ja, nou, waarom? Waarom? Ik vind het zo leuk om met de jonge honden mee te lopen, omdat die kinderen ook wat vertellen over natuur en dat we heel veel weetjes kunnen delen. Dus ik heb net met de dame hier naast mij gesproken en die vertelde dat ze met de klas naar een bijzonder gebied waren geweest waar ze van alles leerden over natuur, wat je ervan kon maken, wat je kon eten. En dan mochten ze zelf een dier uitkiezen, die mochten ze tekenen. Nou, dat zijn gewoon leuke dingen. En ondertussen komen we langs een hele mooie plant. En die nou, doet... Voorlopig komen we langs een hele mooie DJ. Dus ik heb geen idee of ze ons thuis nog kunnen horen. Oh, cadeautjes, cadeautjes. Wat krijgen we hier? Oh. Kijk even mee. Lekkere koeken. Kijk hier. Happen naar Pijnenburg, happen naar Pijnenburg. Happen, happen, happen. Ja hoor, ja. Happen. Geef die armen, jongen, even heen. Kijk eens hier, deze is voor jou zo. We zijn helemaal niet in de weg, die mevrouw. Nee. Wij wandelen gewoon door. Hey, maar het weetjes delen. Ja, weetjes delen. Dus gewoon, net liepen we langs een bloem. En die gaat open op het moment dat de zon schijnt. En dicht als het weer donker wordt. Dat wist je niet. En nu wel. Dus je kijkt heel anders naar die plant. Oké. Okay, dus, nou ja, het is een beetje natuurweetjes delen. Maar het komt niet alleen vanuit jou, toch? Nee, zeker niet. Ze heeft heel enthousiast verteld wat ze op school doen. Waar ze heeft getraind voor de Vierdaagse. Lekker door de duinen gelopen. Oh, oh, pas op, pas op, pas op. Bukken voor Pijnenburg, ja. Lekker, echt. Nee, maar waar ze heeft getraind, dus in de duinen. En wat ze daar is tegengekomen, wat ze zo mooi vond. En, dus daar heeft ze heerlijk over verteld. En dat vind ik mooi om te horen. En nou ja, leer je nou ook wat van die kinderen eigenlijk? Jazeker, want er was net een jongen die heeft mij verteld waarom het zo mooi is om bijvoorbeeld naar Bali te gaan. Daar heeft hij gedoken en daar heeft hij heel stiekem aan een mantarok gezeten. Hij zegt dat was best spannend. Dus jij wordt nu boswachter in Bali, begrijp ik? Ja, als ik dat zou kunnen, heel graag. Oh, dat is een droom. Nee, kijk, staat ik blijf mee hier. Ook, of, Oké, hoe ziet een traditionele boswachter eruit? Nou, zo? Nou ja, gewoon hè, met baardpijp en nee, helemaal niet. Nee. Ik mis het hoedje met de veer alleen, Tijmen, eigenlijk. Ik heb een hele mooie houten zonnebril. Ja, oh, houten zonnebril. Kijk, hoe hip is dat? Precies. Ja. Nee, maar een boswachter van deze tijd vertelt gewoon in alledaagse nu aan kinderen... wat er zo mooi is aan natuur en waarom het zo belangrijk is om het te bewaren. Oké, en wat is daar op het antwoord? Wat daar op het antwoord is, dat we die natuur ook in de volgende generatie nodig hebben om te onthaasten, te relaxen, te genieten. Oké, er komt hier de opmerking van thuis, we vinden je erg hip. Dankjewel. Dat is een mooi compliment. En waar ben jij boswachter? Hier, in dit gebied waar we lopen, Gelderse Poort. Dus dat is van Arnhem, Nijmegen tot aan Lobith. Groot gebied met heel veel natuur. En dat is allemaal van jou? Ja, dat mag ik beheren namens alle Nederlanders. Nou, ik zeg het maar even. We worden hier gewoon keihard uitgelogen zelfs. Ja. Toegelachen. Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig. Maar, gebeuren daar nog bijzondere dingen in dat gebied? Ja, er gebeuren iedere dag bijzondere dingen in de natuur. Hè? Want elke dag als je de natuur ingaat, is er wel iets spannends te beleven. En is het leuk. Maar hier werken we heel veel aan waterveiligheid bijvoorbeeld. Dus we graven nevengeulen om te zorgen dat als er hoogwater komt, dat het water even tijdelijk wordt opgevangen. En het mooie is, de natuur profiteert daar wel van, want dat water blijft iets langer staan. Kunnen de dieren in paaien. Ja, dat is hartstikke mooi.
Dus zo horen we van alles hier over de natuur. En jullie zijn niet de enige die graven en bomen omknagen, toch? Nee, dat doet de bever ook en die leeft hier. Misschien gaan we straks ergens halverwege bij Oosterhout nog wel wat leuke sporen kijken. Kijk, dat bedoel ik. Zo maakt de boswachter het dus gewoon hartstikke leuk om zo onderweg te kletsen en te vertellen. We gaan hier eventjes naar de buurvrouw. Zo, doe even zo. Wil jij even heel even de telefoon? Ja. Zo. Dan geef ik jou een microfoontje. Doorlopen. Anders komt het niet goed. Oh, doe nou voorzichtig. Bijna een valpartij. Het lijkt de Tour de France wel. Zij heeft geoefend in de duinen. Jij hebt geoefend in de duinen. Ja. We gaan eerst eventjes, want ik weet je naam niet meer. Nikki. Heb ik dat al 10 keer gevraagd? Nee. Oké, gelukkig maar. Het is iedere keer, ja, 100 kinderen natuurlijk. Het is niet niks. Nee. Dus we hebben hier ook het jonge honderd. Kijk, achterop staat heel veel. jongehonderd.nl. Hé, hey, en Nikki, en dan gaan we even, tijd mijn oren dicht. Wat vind jij ervan van de boswachter dat hij meeloopt? Ja, leuk. Ja? Je kan heel veel leren. En zoals wat dan? Nou, ik wist eerst niet dat er van die bloemen waren die met zonlicht opengingen en met schaduw dat er weer dichtgingen. Oké. Dat heb ik geleerd. Dus jij vindt het wel interessant. Hé, en jij hebt een handdoekje om? Ja. Hoe zit dat? Dames en heren, doorlopen gewoon. Wat gebeurt hier weer? We hebben weer opstopping. Jongen. Dat is vast wat gratis verkrijgbaar. Krijgen we weer wat gratis, ja? Op links kunnen we gewoon doorlopen. Ja, het is echt, je ziet ook aan mijn hoofd, ik heb ook enorme zweetdruppels. Ja. Het is echt warm. Gewoon doorlopen, niks aan de hand. Water. Een boomgaard. Ja, appeltje. Hier zitten. Kijk, dit zijn alle, alle boomgaarden hebben we ook hier natuurlijk onderweg. We lopen nu bij Lent ongeveer. En hier gebeurt het. Even kijken hoor. Ik ken dus niet alle namen, is het antwoord. En ik heb nog een paar vragen gemist. Gezellig om mee te kijken, zegt Terza. Volgens mij hebben we geen vragen gemist. En even denken, waarom loop jij mee eigenlijk? Nou, omdat mijn oma ook meeliep een keer en toen vond ik het heel leuk. Oké, maar toen heb je niet meegelopen, maar aangemoedigd dan ofzo? Ja. Oké. En hoe is het nou in het echt? Ja, ik vind het spannend en het is heel leuk. En hoe ging het bij de start vanochtend? Het was een beetje douwen en alles, maar nu is het wel een beetje tempo. Oké, nu loopt het tenminste een beetje. Ja. Soort van. Hey, en waar kom jij vandaan? Ik kom uit Valkenburg, Zuid-Holland. Oké, die Valkenburg. Ja. Heel goed. En wil je verder nog iets met ons delen en de kijkers thuis? Nee hoor. Nee, we gaan niks delen verder? Nee? Nee hoor. Oké, nou hartstikke goed. Wil jij dan nog heel even de telefoon vasthouden? Ja. Zo, want dan doe ik het microfoon. Dan pak ik het microfoontje en dan doe ik het microfoontje door naar links. Ja, best. En die doe ik hier op deze dinges. En dan zijn we bij Rens aangekomen. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, ik weet sommige namen, weet ik. Ik weet denk ik ongeveer de helft. Hey Rens, ik ga even zo. Ballon. Wat onhandig. Wie dat bedacht heeft, die ballonnen, jongens. Ja, hey, jij. Kom. Zo. Rens. Ja? Vertel eens eventjes, hoe zit het met jou en dat gewandel? Nou, mijn oma die heeft hem al 6 keer gelopen. En ik heb een keer geweest kijken en toen, ik wou ook wel meelopen. En de 100ste keer is maar 1 keer. Dus dat is uniek. En hoe is het nu in het echt? Ja. Kom, we gaan even hier voorbij. Ja. Het is wel leuk, gezellig ook. Dus, maar is het nou een beetje wat je verwacht had of toch anders? Of, Ja, ik had het wel ietsje rustiger verwacht eigenlijk, juist. Maar ja, er lopen bijna 50.000 mensen, hè? Ja. Dus dat schiet niet heel erg op natuurlijk. Dat blijft een beetje lastig. Loop je iedere keer op de hielen van de boswachter? Ja. Ja, precies. Hé, nog vragen van thuis? Even kijken. Wesley's zusje is wakker. Moet ik dat doorgeven? Of, Met? Wesley! Je zusje is wakker! Oh, en ze staat zo langs de route! Maar Wesley, we vinden zo Wesley wel ergens. Ja. Willen we nog meer delen? Ik zou aanraden om zelf ook een keer de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. Oké, maar nu is het te laat. Nu kan niet meer. Nu kan niet meer. Ja, volgend jaar. Applaus! Applaus! Matig applausje.
En jij bent degene van de Manta-rog, hè? Ja, Manta. Daar willen we wel even het hele verhaal van horen dan natuurlijk. Nou, ik was op vakantie op Bali. En toen ging gaat gewoon op vakantie naar Bali, maar daar zeggen we verder niks over. Ja, ga vooral verder. Nou, toen gingen we snorkelen bij Manta's en toen had ik gewoon één geaaid. En hoe ging dat dan? Nou, er was zo'n hele grote golf, die ging zo juist naar beneden en ik lag precies daar. Toen kwam er zo'n manta omhoog toe, dus ja, toen. En hoe voelde het? Het heel raar. Ja, een beetje ruw en glad of zo. Maar was het dan niet eigenlijk illegaal dan of zo? Nou, ja, dat weet ik dus niet. Oké. We wandelen hier even langs de mevrouw. Mevrouw, hallo. Hoe, voor de hoeveelste keer wandelt u? Voor de 22e keer. Heel goed, zet hem op. Ze loopt echt heel langzaam. Iedereen loopt bijna om het ver. Maar dat moeten we niet te hard zeggen. Maar dat kunnen we voor thuis kunnen we dat wel. Yeah. Zo, Rens en Taco, go for it krijgen we hier nog. Helemaal goed. Wij gaan ermee ophouden voor de livestream. Voor nu, om 1 uur vanmiddag gaan we weer live. Dus om 1 uur, als jullie zin hebben, haak gezellig aan. Dan gaan we nog een keer live. Doei. Mensen, allemaal even zwaaien voor de livestream. Ja, doei. Dag allemaal.